Welkom bij de tweede online vorming van de Kwispelstappers. Je engageerde je als vrijwilliger voor het project de Kwispelstappers. Bedankt hiervoor. Je zal er op deze manier voor zorgen dat ouderen meer bewegen en minder lang stilzitten, dat ze meer sociaal contact hebben en dat ze zich hierdoor beter in hun vel voelen. Tijdens deze online vorming geven we extra tips over hoe je ouderen extra kan motiveren aan de hand van het ABC. We herhalen hier nog eventjes kort wat de belangrijkste succescomponenten zijn van de Kwispelstappers. Eerst en vooral vorm jij samen met jouw hond een belangrijke motiverende factor. Je zal daarnaast ook de bewegingsdriehoek, de stappentellers en de beweegkalenders introduceren bij de deelnemers. Deze zullen ervoor zorgen dat ouderen meer bewegen en minder lang stilzitten. Daarnaast is het project buurtgericht. Dit wil dus zeggen dat ouderen op stap zullen gaan in hun eigen buurt. Door de lokale samenwerking tussen partners kunnen de deelnemers goed bereikt worden. Ook mond-op-mond reclame blijkt goed te werken om de doelgroep te laten deelnemen. Het project zal zorgen voor ontmoeting tussen ouderen uit de buurt. Om de Kwispelstappers extra te motiveren, kan je gebruik maken van tips volgens het ABC van motiveren. Hierbij staat de A voor autonomie, de B voor verbondenheid en de C voor competentie. Ouderen zullen meer gemotiveerd zijn om deel te nemen als deze drie behoeften, autonomie, verbondenheid en competentie, ondersteund worden. In de volgende slides gaan we dieper in op deze drie behoeften en hoe je hier kan aan werken. De A staat voor autonomie. Om ouderen te motiveren is het belangrijk om hun autonomie of zelfstandigheid voldoende te ondersteunen. Dit wil zeggen dat de Kwispelstappers het gevoel moeten hebben dat ze zelf bepalen wat ze doen. Betuttel hen dus zeker niet. Autonomie ondersteunen doe je door ouderen inspraak te geven en mee beslissingen te laten maken. Dit kan je doen op verschillende manieren. Wanneer je van de coördinator de vrijheid krijgt om de wandeling samen met de deelnemers te bepalen, dan kan je de deelnemers inspraak geven bij de duur van de wandeling, de bestemming van de wandeling, het tijdstip waarop de wandeling start enzovoort. Laat de deelnemers ook zelf aangeven wanneer ze het nodig vinden om te pauzeren. Daarnaast kan je ouderen ook autonomie geven door hen zelf hun beweegdoelen te laten bepalen. Daarvoor is het nodig dat ouderen zich bewust worden van hun huidig beweeggedrag. Dat kan door gebruik te maken van een stappenteller. De deelnemers van de Kwispelstappers kunnen een stappenteller ontlenen via de coördinator van het project als ze dit zelf graag willen. Het is natuurlijk ook mogelijk dat de deelnemers al een eigen stappenteller hebben of dat ze hun stappen al tellen met een app, Fitbit of een andere activity tracker. Dan kunnen de deelnemers uiteraard ook hun eigen stappenteller blijven gebruiken en hoeven ze geen stappenteller te ontlenen. Voor de deelnemers die geen eigen stappenteller hebben en die er een ontleend hebben, kan je de werking van de stappenteller uitleggen bij het begin van de wandeling. We tonen je in de volgende slides kort hoe zo'n stappenteller werkt. Er kunnen twee soorten stappentellers ontleend worden via de projectcoördinator. De Yamax-stappenteller of de Omron-stappenteller. De Yamax-stappenteller wordt soms ook de Vitamet-stappenteller genoemd. We raden aan om bij de Kwispelstappers zoveel mogelijk de Yamax-stappenteller te gebruiken. Deze is namelijk gebruiksvriendelijker en eenvoudiger in gebruik. Je kan het dagelijks aantal stappen noteren in het stappentellerboekje dat bij de stappenteller hoort. De Yamax stappenteller bestaat uit een digitaal scherm waarop je jouw stappen kan aflezen. De stappenteller zit in een doosje dat je op de heup draagt. Er is ook een resettoets en een deksel. Als je het aantal geregistreerde stappen op 0 wilt terugbrengen, druk dan op de resettoets. Je kan de stappenteller openen door hem open te klikken en recht te houden. Je neemt het bovenste deel van de bevestigingsclip vast met één hand. Gebruik de andere hand om het lipje van het doosje weg te duwen van de clip. Zo open je het toestelletje. Houd de stappenteller verticaal en schud hem op en neer met de zijde van het scherm naar jou gericht. Zo wordt het mechanisme geactiveerd en toont de stappenteller aan of hij al dan niet goed werkt. Laat de stappenteller niet vallen en vermijd hevige schokken. Vermijd ook contact met vochtige milieus of water.
Vertel de ouderen dus om de stappenteller af te doen bij het douchen of het zwemmen. Als ze 10 minuten zwemmen of iets anders doen van bewegen, zonder dat ze de stappenteller dragen, dan mogen ze wel 1500 extra stappen noteren per 10 minuten. Gebruik de bevestigingsclip om de stappenteller vast te maken aan de riem, jurk of broek. Bevestig de stappenteller horizontaal en niet schuin, recht boven de knielijn. Je kunt het best een veiligheidsriempje gebruiken. Dat riempje bevestig je aan de stappenteller en met een clip aan je kledij, zodat je de stappenteller niet kan verliezen. Wanneer mensen hun ongezonde gedrag willen veranderen, stellen ze voor zichzelf vaak onrealistische doelen op. Als ze willen vermageren, dan moeten er binnen de maand 10 kilo af. Wil men meer bewegen, dan start men onmiddellijk met 5 fitnesssessies per week. Het stellen van dit soort onrealistische doelen, waarbij men de lat te hoog legt, leidt vaak tot teleurstellingen, waardoor je snel de moed verliest en de goede voornemens snel terug zal opbergen. Het is nuttiger om eerst na te gaan hoeveel je werkelijk zit of beweegt en in welke situaties je het meest zit of het minst beweegt. Als je eerst deze zaken goed bekeken hebt, dan kan je van hieruit realistische doelen voorop stellen. Om na te gaan hoeveel je dagelijks beweegt, kan je dagelijks jouw aantal stappen noteren in het stappentellerboekje. Je kan dit ook registreren op de website www.10.000stappen.be. Probeer niet te snel grote veranderingen te verwezenlijken, want de kans dat te grote veranderingen ook blijvend zijn, is klein. Probeer om met kleine stappen je doelen te bereiken. Volgens de internationale richtlijnen zouden ouderen dagelijks 8000 stappen per dag moeten zetten. Lijkt 8000 stappen onhaalbaar voor de deelnemers? Laat hen dan zeker de tijd nemen. Elke stap meer is een overwinning op zich. Dat ze meer stappen zetten dan tijdens het startniveau is belangrijker dan het per se behalen van 8000 stappen per dag. Een doel zou bijvoorbeeld kunnen zijn om tijdens de eerste 2 weken 500 stappen per dag extra te zetten. Als ouderen een nieuw doel willen instellen, moet ik hen dan aan om hun omgeving te screenen op zoek naar kansen om hun gedrag aan te passen. Denk hierbij aan kansen thuis, tijdens de vrije tijd, tijdens verplaatsingen of tijdens het vrijwilligerswerk. Hierna geven we enkele voorbeelden hoe je het gedrag kan veranderen in deze verschillende contexten. Je kan deze tips uiteraard delen met de kwispelstappers. Om gezonde veranderingen in te bouwen in alledaagse verplaatsingen, kan je de deelnemers bijvoorbeeld aanmoedigen om hun auto een eindje voor de bestemming te parkeren en het laatste stukje te voet af te leggen. Komen ze bijvoorbeeld met de auto naar het lokaal dienstencentrum, dan kunnen ze volgende keer een eindje verderaf parkeren en het laatste eindje wandelen. Verplicht hen hiertoe zeker niet, maar laat de keuze aan hen. Zo stimuleer je hun autonomie. Door de auto zoveel mogelijk te laten staan en per fiets of te voet te gaan in de plaats, worden er niet enkel kosten op brandstof bespaard, maar het is ook goed voor het milieu en voor de gezondheid. Moedig de deelnemers aan om hun kleinkinderen te voet of met de fiets naar school te brengen. Zo bewegen ze zelf meer en het is ook goed voor de gezondheid van hun kleinkinderen. En bovendien, jong geleerd is oud gedaan. Als de deelnemers langere afstanden moeten afleggen, dan kan je hen aanmoedigen om over langere afstanden verschillende vervoerswijzen te combineren. Als ouderen met de trein gaan, dan kunnen ze hierbij ook nog een stukje te voet afleggen. Tijdens het wachten op bus of trein kan je ook bewegen op het perron of aan de halte. Je kan met de deelnemers hiervoor enkele vormen van bewegen bedenken. Een overzicht van nog meer mogelijke beweegmomenten vind je op de website van Gezond Leven. Je vindt deze op www.gezondleven.be/thema's/beweging-sedentair-gedrag/beweegmomenten. Ook thuis kan je gemakkelijk meer bewegen door kleine veranderingen in te voeren. Zit er onder de deelnemers bijvoorbeeld een echte boekenworm? Geef dan als tip om na elk hoofdstuk eventjes de benen te strekken. Passen de deelnemers af en toe op de kleinkinderen? Moedig hen dan aan om samen actieve spelletjes te spelen. Plezier gegarandeerd. Geef als tip mee om swingende muziek op te zetten tijdens de schoonmaak.
Deelnemers zullen er goedgezind van worden en zullen er meer door bewegen. Ook werken in de tuin zal zorgen voor extra beweging en het levert ook nog gezonde groenten op. Vraag de deelnemers om eens een wandeling te maken in plaats van naar televisie te kijken. Of geef hen beweegoefeningen mee voor tijdens hun favoriete programma. Je vindt deze oefeningen terug op de website van Gezond Leven. www.gezondleven.be/thema's/beweging-sedentair-gedrag/beweegoefeningen. Een tweede heel belangrijke motiverende factor bij ouderen is verbondenheid. Ouderen willen het gevoel hebben dat ze ergens deel van uitmaken. Werken aan verbondenheid kan je doen door het groepsgevoel tussen de deelnemers te stimuleren. Zorg bijvoorbeeld voor een gezellige afsluiter. Vraag de coördinator van het project om te zorgen voor een gezellig samen zijn met een gezond drankje en hapje na de wandeling. Dat werkt altijd. Als het regent en de wandeling niet kan doorgaan, kan het toch nuttig zijn om de ouderen naar de activiteit te laten komen. In plaats van te wandelen, kan je samen met hen enkele beweegactiviteiten doen in de zaal. Je kan hiervoor de kracht-, lenigheids- en evenwichtsoefeningen van op de Gezond Leven website gebruiken. Dit zal de verbondenheid stimuleren. Nodig hen zeker terug uit op de volgende wandeling. Werk je met ouderen in eenzaamheid? Breng hen dan op voorhand een bezoekje. Op deze manier hebben ze de tijd om te wennen aan jou en de hond. Ook bij ouderen in het woonzorgcentrum kan je makkelijk op voorhand eens langsgaan. Persoonlijk contact tussen de vrijwilligers en de ouderen is een belangrijke motivator om deel te nemen aan de kwispelstappers. Uit de proefprojecten bleek dat mond-op-mond reclame heel belangrijk is om ouderen te motiveren om deel te nemen aan de wandelingen. Na de eerste wandeling kan je dus vragen aan de deelnemers om de volgende keer een kennis of een buur mee te nemen. Je kan naast het werken aan verbondenheid tussen de ouderen onderling en tussen jou als vrijwilliger en de ouderen ook werken aan de verbondenheid tussen de ouderen en de hond. Uit de proefprojecten bleek namelijk dat de aanwezigheid van de hond een belangrijke motivator was voor de ouderen om deel te nemen aan de wandelingen. Betrek de ouderen dus bij het verzorgen van de hond. Als ze nog goed te been zijn, laat hen dan eens de leiband vasthouden. Is jouw hond een kei in kunstjes? Toon deze dan zeker aan de ouderen. Om voldoende verbondenheid te kunnen creëren en een aangename wandeling te kunnen voorzien, is het belangrijk dat jouw hond positief sociaal gedrag vertoont naar mensen en andere dieren. Met positief sociaal gedrag bedoelen we honden die niet grommen, tanden tonen, jagen of bijten in de richting van mensen en andere dieren. Honden die erg hard kunnen trekken tijdens een wandeling, bijvoorbeeld als ze een ander dier zien, zijn jammer genoeg geen ideale honden om zonder verdere training in te zetten. Deze honden betekenen namelijk een valrisico voor ouderen. Breng zeker ook een drinkbakje mee naar de wandeling, zodat jouw hond na de wandeling even kan drinken. In bijna elke gemeente of stad zijn er hondenlosloopzones. Op andere plaatsen wordt uiteraard gevraagd om een hond aan de leiband te houden en op de paden te blijven. We mogen niet uit het oog verliezen dat er ook kinderen, maar ook volwassenen zijn die bang zijn voor een hond. Zelfs al is het dan de grootste knuffelbeer die er rondloopt. Als je gaat wandelen in een bosrijk gebied, is het ook aan te raden, zeker op zonnige dagen, om de hond te controleren op teken. Je kan de deelnemers laten helpen met het controleren van de hond. De deelnemers kunnen uiteraard ook zichzelf controleren op de aanwezigheid van teken. Als je samen met de deelnemers beweegoefeningen doet, probeer dan ook de hond hierbij te betrekken. Laat de hond bijvoorbeeld zitten en recht staan als de ouderen tijdens de oefening ook moeten zitten en recht staan. Laat ook de ouderen de leiband vasthouden tijdens de wandeling. Volg het goed op wanneer een deelnemer plots onaangekondigd niet meer komt opdagen. Bij langdurig afhaken van een deelnemer zou je kunnen opteren om bij een wandeling even te laten aanbellen en te informeren. Je kan ook contact nemen met andere wandelaars die de deelnemer kennen en de afwezigen zo proberen te bereiken. Betrek ook familie, collega's, vrienden wanneer ouderen hun gedrag willen veranderen. Laat hen vertellen waarom ze hun gedrag willen veranderen, laat hen de gezondheidsvoordelen benoemen en laat hen hun vrienden en familie stimuleren om hun gedrag aan te passen. Stel ook zelf het voorbeeldgedrag. Mensen imiteren elkaar immers. Geef als vrijwilliger het goede voorbeeld voor de deelnemers. Er geldt, hoe vaker iemand iets ziet, hoe normaler en positiever het wordt.
Naast autonomie en verbondenheid is het ook belangrijk dat de deelnemers zich competent voelen. Dit wil onder andere zeggen dat de wandeling voor de deelnemers niet te moeilijk is, maar ook niet te gemakkelijk. Maatwerk is dus nodig om de wandeling op het niveau van de deelnemers te maken. Je kan bij de wandeling variëren in afstand, duur, je kan de pauze korter of langer maken. Door hierover ook inspraak te geven aan de groep, werk je tegelijkertijd ook autonomie ondersteunend. Twee vliegen in één klap dus. Bij minder mobiele ouderen, bijvoorbeeld ouderen uit het woonzorgcentrum, is het zeker van belang om hun beginniveau goed te kunnen inschatten. Vraag na bij de animator of kine van het woonzorgcentrum tot wat de deelnemers nog in staat zijn. Tijdens het proefproject wandelden de deelnemers ongeveer 3 kilometer op 1 uur. Er werd een route gekozen in het stadspark. Mensen die vermoeid of moeilijker te been waren, zaten dan een tiental minuten neer op een bank in het park, terwijl anderen een extra lus maakten. Deze route werd eerst een aantal keer uitgetest door ouderen om nadien bij te stellen. Zorg ervoor dat de route overal goed te bewandelen is. Effen voetpaden, geasfalteerde wegen bij vochtige weersomstandigheden zijn dus nodig. De route moet ook veilig zijn en aantrekkelijk. Zorg bij voorkeur voor afwisseling tussen een groene en een bebouwde omgeving. Zorg voor rustmogelijkheden onderweg en er is best ook een mogelijkheid om onderweg naar het toilet te gaan. Op mijn.gezondleven.be kan je zelf testen hoe gezond je eet en hoeveel je beweegt en een persoonlijk plan opstellen. Door dit persoonlijk plan op te stellen, zal je meer gemotiveerd zijn om je doel te halen en zal de competentie dus groter worden. Als je ouderen bereikt die goed overweg kunnen met de computer of tablet, kan je hen de link naar deze website doorgeven. Als je hier tijd kan voor vrijmaken, kan je ook samen met de deelnemers een individueel plan maken op deze website. De gouden regel om aan gezondheid te werken bestaat niet. Dat zal voor iedereen anders zijn. Als afsluiter van deze vorming laten we je nog kennis maken met twee mogelijke deelnemers van de kwispelstappers en bedenken we samen met jou motiverende elementen om deze personen meer te laten bewegen. Een eerste mogelijke deelnemer is Hubert. Hubert is al 10 jaar weduwnaar en heeft geen kinderen. Hij woont nog thuis en is nog mobiel, maar toch komt hij niet veel meer buiten sinds het overlijden van zijn vrouw. 2 jaar geleden is hij gevallen met zijn fiets, waardoor hij zijn heup brak. Fietsen doet hij niet meer sinds zijn val. Hij kookt nog alle dagen zelf en wil geen hulp aanvaarden. Hij wil dan ook nooit naar een woonzorgcentrum. Hij heeft wel al 2 jaar een poetshulp, omdat het niet anders kon. Dat heeft hij stilaan moeten leren aanvaarden. Het is de poetshulp die hem overtuigde om eens mee op stap te gaan met de kwispelstappers. Hij was eerst niet echt enthousiast, maar hij heeft vroeger zelf een hond gehad. Doordat hij bij de kwispelstappers ook voor de honden kan zorgen, wil hij wel eens een kijkje gaan nemen. Als we Hubert aan het woord laten, dan vertelt hij: alles is anders dan vroeger. Sinds Irene is overleden, ziet mijn dag er anders uit. Eigenlijk is alles helemaal veranderd. Al die gewoontes die we samen hadden, zijn er niet meer. Gelukkig heb ik mijn sigaretje nog. Hulp moeten ze mij niet komen bieden, want ik kan perfect voor mezelf zorgen. Of ik dan niet gezond ouder wil worden, dat interesseert me niet. Mijn vrouw is er niet meer. Voor wie zou ik nog gezond moeten zijn? Hubert vindt het duidelijk erg belangrijk om zijn autonomie zo lang mogelijk te bewaren. Het zal dus motiverend werken als je hem vertelt dat hij door bezig te blijven en door zijn deelname aan de kwispelstappers langer zelfstandig thuis zal kunnen wonen. Hiermee speel je dus in op zijn autonomie, de A uit het ABC. Je kan Hubert ook enkele haalbare doelen voor zichzelf laten opstellen. Bijvoorbeeld eventjes rechtstaan tijdens het tv kijken of tv kijken van op de home trainer, groenten snijden als staand, enkele keren extra de trap nemen of tuinieren. Je kan ook op bezoek gaan bij familie en vrienden of een wandelingetje maken na het eten. Hij zou ook te voet naar de winkel kunnen gaan of eventueel met het openbaar vervoer. Nodig hem zeker terug uit voor een volgende wandeling. Je kan bij Hubert ook werken aan verbondenheid, de B uit het ABC. Hij heeft weinig sociale contacten, maar door zijn deelname aan de kwispelstappers zal hij opnieuw meer onder de mensen komen. Misschien kan het wel een aanleiding zijn om ook naar andere activiteiten van bijvoorbeeld het lokaal dienstencentrum te komen. Dit zal zijn sociaal netwerk verbreden, waardoor de verbondenheid zal toenemen.
Als hij bijvoorbeeld vroeger met zijn vrouw regelmatig een kaartspel speelde, dan kan dit een activiteit zijn die hij opnieuw kan opnemen. Het is belangrijk dat hij kiest voor activiteiten die hij zelf ook leuk vindt. Hubert heeft vroeger een hond gehad. Die mist hij. Door Hubert te betrekken bij de verzorging van de hond, door hem met de hond te laten wandelen, zal hij gemotiveerd worden om mee te doen. Zorg ervoor dat Hubert zich competent voelt. De C uit het ABC. Geef hem samen met de andere deelnemers inspraak in de afstand en de duur van de wandeling, de duur van de pauze, de bestemming enzovoort. Zorg ervoor dat Hubert de wandeling aan kan, maar dat ze ook niet te gemakkelijk is. Voorzie bijvoorbeeld een extra lus in de wandeling, zodat Hubert de extra lus kan wandelen als hij het zelf wil. Houd bij dit alles ook rekening mee dat je Hubert niets oplegt, maar probeer hem zelf de goede keuzes te laten maken. Door deze keuzes zelfstandig te maken, zal hij zich meer gemotiveerd voelen om het vol te houden. Een andere mogelijke deelnemster is Jacqueline. Jacqueline is moeilijk te been en is de laatste jaren fysiek sterk achteruit gegaan. Hierdoor ziet ze haar vriendinnen minder en komt ze minder buiten. Haar thuishulp komt dagelijks langs. Het is ook via hen dat ze de info kreeg over de kwispelstappers. De minder mobiele centrale komt haar oppikken, zodat ze kan deelnemen aan het project. Dit is voor Jacqueline een kans om opnieuw onder de mensen te komen. Ze is niet zo goed te been, dus dat schrikt haar wel wat af. Als we Jacqueline aan het woord laten, dan zegt ze: sinds Staf dood is, voel ik me dikwijls alleen. Vroeger riep hij aan de trap als de koffie klaar was. Nu moet ik daar zelf voor zorgen. Mijn kinderen en kleinkinderen zijn goed voor mij, maar ze wonen niet bij de deur. Ik versta dat ook wel. Ze hebben het druk met van alles. Ik ben altijd blij als ik een tik op het raam hoor. Dat zijn de mensen van de thuiszorg. Ze maken mijn dag goed. Meestal is het Sabine, maar af en toe is het Kurt. Ook een goeie. Jacqueline neemt vooral deel aan de kwispelstappers voor sociaal contact. Om in te zetten op haar autonomie, kan je samen met Jacqueline haalbare doelen opstellen voor meer beweging. Je zou Jacqueline bijvoorbeeld kunnen meehelpen met poetsen of koken met de thuishulp. Jacqueline neemt vooral deel aan de kwispelstappers voor sociaal contact. Om in te zetten op haar autonomie, kan je samen met Jacqueline haalbare doelen opstellen voor meer beweging. Zo zou Jacqueline bijvoorbeeld kunnen meehelpen met poetsen of koken met de thuishulp, of samen met de thuishulp meegaan naar de winkel om boodschappen. Ze zou ook regelmatig eens een kleine wandeling kunnen maken met de buren. Je kan Jacqueline ook inspraak geven in de duur en het parcours van de wandeling. Zo ondersteun je haar autonomie. De belangrijkste motivatie voor Jacqueline om deel te nemen aan de kwispelstappers is duidelijk het sociaal contact of de verbondenheid. Ze heeft een goed contact met de buren, dus je zou kunnen vragen om de volgende keer ook iemand van haar buren mee te brengen naar de wandeling. Deze mond-op-mond reclame kan zorgen voor meer enthousiaste deelnemers. Zorg er ook voor dat je voldoende aandacht hebt voor het afsluitmoment. Maak tijd om een babbeltje te slaan met Jacqueline en nodig haar zeker terug uit voor de volgende wandeling. Zorg er ook voor dat Jacqueline zich competent voelt. Ze is de laatste jaren sterk achteruit gegaan, dus je mag zeker benadrukken dat het knap is dat Jacqueline wil deelnemen aan de kwispelstappers. Hou ook rekening met een mogelijk valrisico bij Jacqueline. De coördinator van het project heeft een vragenlijst om dit risico te bevragen. Als het risico op vallen te groot is, dan verwijs je Jacqueline eerst best door naar de huisarts. Probeer je deelnemers dus voldoende te motiveren en gebruik hiervoor het ABC. Ondersteun de autonomie, werk aan verbondenheid en zet in op de competentie van de deelnemers. Zo blijven de deelnemers enthousiast. Voor meer info kan je terecht bij de lokale coördinator van het project. Hij zal je ook een samenvatting bezorgen van de vormingen die je volgde. Die kan je gebruiken als geheugensteuntje. Je bent nu helemaal klaar voor het begeleiden van de wandelingen. We wensen je alvast heel veel plezier en succes.